om meer wijsheid en meer kennis aan onze studenten zijn dat twee docenten en de directeur van die afdeling afgereisd. De hele week gewerkt met onze studenten en docenten. En vanavond wordt gepresenteerd een jazzconcert waar de docenten van het Koninklijk Conservatorium samen met onze docenten zullen laten horen wat is nou echt jazz. Twee muzikanten uit Nederland en twee van Suriname. Met jazzmuziek van toen en nu kregen zij na elk stuk het publiek op hun handen. De zaal was vol en de pret kon op geen moment stuk. Het gevoel voor jazz is meer gebaseerd op de beleving van elke klank. En met de wereldbekendheid van deze muziekstijl kan Suriname niet worden uitgesloten. Er is een behoorlijke groei en het is allemaal toe te juichen. Elk land waar je gaat op dit moment is er jazz. En omdat het zo belangrijk is dat op de meeste of bijna alle conservatoria een jazzafdeling is, omdat jazz de wereld veroverd heeft. Was dat Suriname als we praten over jazz? Wat belangstelling? Natuurlijk heel erg groot. De meeste muzikanten in Suriname, echt de pokumangs, die musiceren, wat ze ook doen, zul je elementen uit de jazzmuziek ontdekken. Het Conservatorium van Suriname wil van het jaar een lijst van activiteiten afmaken. Het oppakken en structureren van jazz in Suriname loopt nu al volop. En dit is wat het conservatorium ook nastreeft. Suriname mag ten opzichte van de wereld niet achterlopen. En nog mooier is dat de cultuurdiversiteit in Suriname een bijzonderheid aan de output toevoegt. We kunnen echt veel meer als het aan het conservatorium ligt. Het is zo belangrijk voor Suriname dat wij ook onze eigen jazzstijl gaan ontwikkelen. En dat wordt vanavond ook een beetje gedemonstreerd. Onze docent jazz, Pablo Nahar, een wereldbekende figuur, die is bezig te ontwikkelen de Suribop of de Paramaribop. Bebop, Paramaribop, Paramaribo jazz, Suriname jazz. Een van onze studenten, die iedereen kent, Jason Eduardi, is bezig de Saramakaanse muziek, want zijn roots is hij Saramakaner, de Saramakaanse ritmes en Saramakaanse muziek te gieten in een jazzvorm, een nieuwe jazzstijl. De doelen zijn dus dat wij nu de jazzafdeling aan het ontwikkelen zijn. We hebben nogal wat studenten, dus die een blaasinstrument of gitaar of piano doen en die willen de jazzrichting op. Maar om jazz te studeren, eigenlijk het wezen van de jazz, heb je goede docenten nodig. Vandaar dat we de samenwerking zijn aangegaan met de jazzafdeling in Den Haag. Dus de toekomst ziet er heel prachtig uit voor Suriname. Onze eerste 8 studenten, niet alleen voor jazz, maar we hebben ook zang en klassiek, noem maar op. Die studeren in 2017 al af voor een bachelor in music. Dus het is een geweldige mijlpaal. We gaan doen nu alles om ook deze studenten de weg te wijzen naar het grotere wereldpodium.